Naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, God, Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag zullen we samen kijken naar een vers uit de eerste brief van Sint Petrus, hoofdstuk 4, vers 12. Die vers luidt als volgt. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Wij zijn aan het einde. Van een epidemie, hoop ik. We merken dat de, uh, Nederland weer open gaat, de wereld gaat weer meer open, we mogen weer meer reizen. Er is een enorme blijdschap onder iedereen. Maar wat nemen wij mee uit deze periode voor onszelf? En wat zegt de Bijbel over moeilijke periodes in ons leven? Nou, ten eerste spreekt hier Sint-Petrus. Wat is de context? Sint-Petrus spreekt hier. ...in Een algemeen, dit is een algemene brief. We kennen in het Nieuwe Testament brieven gericht aan de Romeinen, aan de Corinthiërs, maar dit is een van de algemene brieven van Sint Petrus. En hij begint deze brief door te zeggen aan alle vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië: zijn allemaal steden in wat nu het Oost-Romeinse Oost Rijk was. Dat zijn allemaal steden in wat het huidige Turkije is. Klein-Azië, en waar toen op dat moment, in het jaar 60 ongeveer na Christus, heel veel vervolgingen waren. En dat is de periode waarin deze brief werd geschreven. En wat zegt hij? Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. De hitte van de verdrukking. Toen was het, kon je dat letterlijk nemen: straten werden op een gegeven moment verlicht door christenen in vuursteken, in fikste steken, zodat zij een marteldood stierven door het vuur. Anderen werden op allerlei manieren gemarteld, maar dat is dus de hitte van de verdrukking, de moeilijkheid die de mensen toen hadden. En wij kennen die periodes nu ook in ons leven. De Bijbel leeft nog steeds, want nog steeds leven wij in periodes zoals in deze coronapandemie die we hebben doorgemaakt, in een periode waarin we veel geliefden zijn kwijtgeraakt, en dingen hebben meegemaakt die we niet voor mogelijk hielden voor de tegenwoordige tijd: dat wij zo geïsoleerd en opgesloten zouden zijn door een virus. Dit is een van de bazuinen. Zowel Johannes als Paulus als Jezus zelf heeft gesproken over bazuinen. In de Openbaring wordt er genoemd dat er zeven bazuinen zullen zijn. En waarvan de laatste op het moment de dag des oordeels. En daarvoor zijn die bazuinen om ons wakker te schudden. Het zijn momenten om ons wakker te maken en weer terug te brengen naar God. Waarom is dat belangrijk? God is verdrietig om ons. God is een beetje boos op ons. En God zou niet de goede God zijn als Hij dat niet zou zijn. In de wereld als we om ons heen kijken. Miljarden mensen die het pad van God niet volgen, die in seksuele zonde vallen, die zelfs God lasteren, atheïsme. Er is zoveel wat afwijkt van Gods verlossing en, hij, en zijn wens is dat iedereen verlost raakt, dat hij wel moet schreeuwen. God moet wel schreeuwen naar ons in deze bazuin om ons wakker te schudden. En wat hij tegen ons zegt is: word wakker. Kom alsjeblieft terug. Laat je dus niet bevreemden, zegt Sint Paulus. Want met alles wat er om ons heen gebeurt, moet het wel en is het niet vreemd dat er een periode van moeite komt? Een moe periode van een bazuin. Een bazuin is een soort toeter, hè? een geluid. Iets wat hoorbaar, wat tastbaar is. En dat is wat er gebeurt in onze wereld. Een moeilijke periode. Dat is op de schaal van de wereld. Maar ook op ons leven hebben wij die moeilijke periodes waar we nauwelijks doorheen komen, waar we aan het ploeteren zijn. En die zijn voor ons. En waarom wacht God dan? Waarom wacht God nog steeds met alles wat er in de wereld is? Het aantal is niet compleet. God wil nog steeds zielen redden. God wil nog steeds dat mensen verlost raken. En daarom zitten we in de periode waarin we zitten. Het volgende stuk wat we zien is dat die hitte van de verdrukking tot onze beproeving dient. Er staat: laat de hitte van de verdrukking onder je, die, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Tot onze beproeving. Wie beproeft? Jijzelf. Jij zelf kan kijken naar jouw leven voor en nu bijna na corona. Waar sta je? Je hebt die bazuin gehoord. Je hebt vast wel preken gehoord die erover gingen dat dit een periode is van beproeving. Een periode om dichter bij God te komen. Maar wat is de waarheid? Ben jij dichter bij God gegroeid of ben jij van God afgegroeid? Zijn jouw gebeden sterker geworden met God of heb je, ben je juist minder gaan bidden door deze coronaperiode? Ben je meer in liefde gegroeid naar God toe en naar de mensen om je heen of is het wat afgezwakt? Je diende voorheen en deed heel veel en nu is het allemaal wat minder. Is jouw vertrouwen in God groter geworden of niet? En misschien nog een belangrijkere waaruit dat allemaal groeit, is jouw berouw gegroeid of niet? Maak jij dat je jezelf test en steeds een stapje dichter bij God toe groeit of niet door deze periode? De volgende vers is meteen weer een boodschap van blijdschap. Er staat meteen onder deze vers, dus in vers 13, Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Wij moeten allemaal lijden. Het is een sprookjesverhaal als iemand zegt dat je door Christus dat het allemaal makkelijk is. Wij moeten lijden en wij moeten blij zijn in dat lijden. En in deze wereld is blijdschap, helaas, heeft dat de kant van het lijden. En die vers gaat dan verder opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Want de volgende stap is de openbaring van de heerlijkheid, de tweede komst, de Here die in volle glorie naar ons toe komt. Dan mogen wij ons voor eeuwig verblijden met de Here God. Dus nogmaals, moeilijke periodes zijn niet vreemd. Moeilijke periodes die moeten gebeuren. Het is een bazuin. Het is God die uit verdriet over ons die naar ons toeschreeuwt om ons te roepen. Laat dat dus niet vreemd voor ons zijn en laten wij vooral de vruchten van plukken, zodat wij niet leeg, met lege handen eruit komen, maar gezegend worden door de moeite in ons leven en dat wij erop mogen roemen. We zien Sint Paulus bijvoorbeeld die roemt in alles wat hem overkomen is. In schipbreuk, in ziekte, in martelingen. Hij heeft alles meegemaakt en hij loopt daarover te roemen. Waarom? Omdat hij daarin met God blij is. Dat is de blijdschap van de Heer Jezus. Laat dat dus ook onze situatie zijn. Dat wij net als de monniken een beetje jaloers zijn als iemand een beproeving doormaakt, omdat wij zelf ook in die beproeving willen zitten. Periodes in ons leven waarin we niet groeien zijn de periodes dat alles goed gaat. Daarom is deze vers nu aan het eind van deze pandemie heel belangrijk om ons wakker te schudden. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Eerste brief van Sint-Petrus, hoofdstuk 4, vers 12. Tot een volgende aflevering van het Woord van het Leven.